enig. Ook dat ik dacht, ja, ik moet deze gewoon hebben. Oh, hi. Dat betekent dat ik jarig ben. Voor mezelf even een cadeautje gekocht. Het is vrijdag vandaag en we zijn weer op werk. Ik ben gisteren naar de zonnebank geweest, dus ik ben een beetje verbrand. Ik weet niet of je dat ziet. Maar ze zei dus net... Oh, kijk eens daar weer vel. Ze hebben net het keukenblad gebracht. Nou, het ziet er echt een stuk beter uit. Hierboven komt nog een soort van... Ja, een soort menukaart met dat mensen koffie en zo kunnen bestellen. Of nou, bestellen. Ze krijgen dat gewoon. En... We hebben eindelijk op de voorgevel... Ik ga het even laten zien. Hebben we eindelijk het logo staan. Dat mensen gewoon echt zien ook dat we hier zitten. Oh, en we hebben hier een heel leuk jasje binnengekregen gisteren. Kijk. Enig. Zit hier ook nog op je mouw. Helemaal leuk. We hebben onze bestelling geplaatst, want je mag dus in het halfjaar krijg je een soort kleding te goed dat je dus kleding kan bestellen in de winkel. Of uit de winkel. En Chevel heeft dit pak besteld. Oh. Dit joggingspak. Heel vet. Met die broek erbij. En ik wilde dus eigenlijk eerst dit jasje. Maar ik ben toch geswitcht. Deze is daar. Hier hangt die. Ja, maar die is toch daar op die pop. Oh ja, op die pop ook. Die panterblazer. Hij is zo snel uitverkocht, online ook, dat ik dacht, ja, ik moet deze gewoon hebben. Kijk, hij zit hier ook op die pop. Heel leuk. En je hebt er dus ook een broek bij, maar die is echt veel te groot. Dus ik denk dat ik deze broek nog zelf erbij ga kopen. Dat vind ik ook wel gaaf. Helemaal leuk. Ga je dat erin zitten? Nee. En het is alweer 1 uur, dus we gaan zo meteen lekker eten. Heb je geen honger? Ja, we hebben echt een gevuld koelkastje. Ik ga lekker wraps maken met Zalm. Again. Ja, ik denk... Oh, ik maar... Zou er... Ja. Maar ik heb dus ook nog mozzarella met tomaat. En... Zou dat lekker zijn op een wrap? Mozzarella met tomaat en pesto? Ja, heb je toch ook gewoon, hoe heet dat? Caprese of zo. Oh ja. Ik denk dat ik dat ook ga doen. Oh, en ik heb vandaag deze trui aan, maar die is niet meer te koop. Die is al van 2 jaar geleden of zo. En vanavond komt mijn broertje dus bij mij. En dan gaan we samen sushi bestellen. En filmpje kijken alvast voor mijn verjaardag. Want maandag ben ik jarig. Dus dat is gezellig. Ja, kom maar. Gaan we lekker met z'n drie sushi eten. Lekker filmpje kijken. Hij zei ook van ja, je mag nog geen Love Island kijken. Want dan kunnen we dat samen kijken. Ik zeg, ik kijk geen Love Island. Zei hij, ew. Maar van die... Van de UK, die nieuwste. Van UK. Oh, die reunie staat vandaag online. Ja, ik heb een kwartiertje gekeken vanmorgen, maar toen moest ik weg. Ik ben thuis op mijn werk. Ik heb het echt super, super koud. Het was echt zo koud vandaag binnen in die winkel en buiten ook trouwens. Maar ik ben lekker thuis. Het is nu 7:10. En straks komt Sam hierheen, mijn broertje. Die blijft hier gezegd eten. Gaan we een pastaatje bestellen. Lekker Love Island kijken. Geen idee wat daar naar de planning is. Maar hij komt in ieder geval zo meteen. Dus dat vind ik gezellig. Of was voor mijn verjaardag. Ik ga even lekker mijn schoenen uitdoen. Even lekker op de bank liggen. En dan moet ik morgen weer werken van 10 tot 6. Maar daarna heb ik wel lekker weekend. En maandag met mijn verjaardag ben ik ook vrij. Dus dat is ook wel lekker. En maandag gaan dag waar ik echt iets heel erg leuks doen. Maar dat zien jullie maandag. Want dat zit ook in deze vlog. Ik maak er namelijk meer een beetje een weekendvlog van. Omdat ik gewoon afgelopen week niet heel erg veel gefilmd heb. En zondag en maandag wel leuke dagen worden. Dus ik dacht ik maak er gewoon meer een weekendvlog van. Het is vandaag zaterdag. En ik moet vandaag werken van 10 tot 6. En Biep en ik gaan echt heel, heel last minute. Gaan we vanaf naar Thuishaven. Het duurt maar tot 11. En ik moet tot 6 werken. Dus we gaan niet heel erg lang. Als het goed is gaan we hier rond 9:30 weg. We moeten alleen nog even kijken of we gebracht worden. Of dat we met de taxi gaan of de trein. De trein is wel het minst handige. Want dan zijn we er echt pas rond 8:00 of zo. Maar goed, eerst moet ik dus werken. Maar ik heb dus alleen mijn wenkbrauwen gedaan. Want ik neem mijn make-up mee. Dan kan ik aan het eind van de dag op werk mijn make-up doen. Want als ik het nu ga doen... Dan vanavond eraf halen en dan weer opnieuw doen. Dan zit het en niet mooi. En daar heb ik eigenlijk ook geen tijd voor. Want we willen rond 7:30 weg. Dus het wordt echt haast als ik thuis kom. Dus ik heb mijn haar
Het wel eventjes gesteld. Daar heb ik op zich wel nog tijd voor om dat een beetje bij te werken vanavond. Verder heb ik gewoon deze trui aan van Alex vandaag. En deze broek ook van Alex. 9:05. Dus ik heb echt nog een half uur voordat ik weg hoef. Dus ik ga nog eventjes lekker op de bank chillen. Ik heb mijn tas ingepakt. Daar heb ik mijn make-up in gedaan. En dan gaan we lekker naar thuis haven vanavond. Echt heel veel zin in. Gewoon altijd van die lekkere spontane dingetjes. Ik weet denk ik wel al... Oh. Ik heb wel gisteravond eventjes gekeken wat ik aantrek. En ik doe denk ik dit aan. Deze broek. Eigenlijk een beetje hetzelfde die ik nu aan heb, maar dan in het zilver van Co-Couture. En dan met deze corset denim top met van die steentjes. Die is van Hayden Hills. Ik had dit gisteravond even aangetrokken en dat vond ik wel leuk staan. Even kijken. Dus ik denk dat het gewoon wordt. Dat boeit me eigenlijk ook niet heel erg veel, moet ik zeggen, wat ik aantrek. Maar ik vind dit wel leuk. Dus dat heb ik alvast klaargelegd, zodat als ik thuis kom, dat ik niet nog hoef te stressen en te kijken wat ik ga aantrekken. En dat ik dit gewoon gelijk kan aantrekken. Ik ben klaar met werk en ik ben even heel snel aan het klaarmaken voor thuishaven. Ik wist echt niet wat ik aan moest, dus ik heb maar gewoon dit gedaan. Dit topje dus met deze broek. Het topje zit wel een beetje strak hier, maar goed, we moeten het er maar mee doen. Liep die kan elk moment hier zijn met Senna. En Senna die brengt ons super, super lief. Ik doe deze schoenen eronder aan, want die zijn al helemaal vies van sneeuwbal toen. Dus ja, als die nu weer vies worden, maakt het niet zo uit, want ze zijn toch wel vies. Ik neem ook een trui mee, want het is er altijd best wel koud. En je hebt daar een tent. En altijd valt daar een soort water naar beneden. Dat is gewoon heel smerig. Dat zijn een soort zweetdruppels, condens denk ik. Dus ik neem een trui mee met een hoodie, dat ik die... kan aantrekken als dat weer zo komt. Ik moet alleen nog even een beetje droog shampoo in mijn haar doen om een beetje volume te krijgen, want het zit echt plat op mijn hoofd. Ik wilde dus eigenlijk vanavond wassen. Dat stond er in mijn planning, maar dat ging ik natuurlijk niet redden. Ik ben echt namelijk net 5 in de stress van werk. Ik neem trouwens deze hoodie, neem ik mee. Ja, die doe ik aan. Deze. Van Worst Behavior. Die vind ik wel leuk. En ik dacht dan met een witte shopmuster erbij. Ik ga even terug shoppen pakken. Oh, hi! Het is vandaag zondag. Gisteren was thuis hebben echt heel erg leuk. Piep had hier ook lekker geslapen. Die is net weg. Nog even lekker gezeten toen we thuis kwamen. Duurde maar tot 11, waren rond 12 uur thuis. Echt heel erg leuk. Ik heb alleen niks gefilmd. Volgens mij wel voordat ik wegging. Maar we hadden echt super veel haast. Want ik was om 5:45 thuis. En rond 6:50 was Biba hier al. Dus ik had ongeveer 5 minuten om klaar te maken. Ik heb net eventjes gedoucht, mijn haar gewassen. Alleen, ik heb dus mijn haarmasker niet goed uitgespoeld. Dus mijn haar is echt best wel vet. Dus daar bouw ik een beetje van. Maar ik ga even mijn make-up doen. Daarom heb ik die speldjes in. Maar ik heb dus een pakketje ontvangen van de Balm. Want Esmee Giel die werkt nu bij een marketingbureau. Bij een agency volgens mij. Zoiets. En zij sturen dus PR-pakketjes op een PR-bedrijf, werken ze nu. En toen vroeg ze of ik een pakketje wilde ontvangen. En dat wilde ik wel. Het is dus een Valentijn-box, soort van. Er zat ook dit bij, zo'n lekkere bruisbal. Kijk nou. Leuk. Kijk, hier ben ik echt het meest benieuwd naar. Deze ga ik ook zo meteen gebruiken voor mijn make-up. De Bahama Mama Bronzer. Die zie ik dus best wel vaak voorbij komen bij mensen. Die ga ik zo meteen gebruiken. Er zit een oogschaduwpalet in. Het is echt hele mooie kleuren. Deze heet Mail Order Eyeshadow Palette. Dan zitten er nog 3 matte lipgloss in. In 3 kleurtjes. Deze 3. Ik gebruik niet heel veel, dus ik denk dat ik deze ga weggeven. Dan zit er een liquid eyeshadow in. In een paars kleurtje. Dan zit er nog een eyeliner in. Maar ik kan dus echt geen eyeliner zetten. Ik ben er zo slecht in, maar ik wil het dus wel heel graag kunnen. Misschien dat ik die wel een dag maar geef, want die gebruikt het wel veel. En dan als laatste zit er nog een mascara in. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Die ga ik zo meteen ook wel denk ik even proberen. De Balm Nude. Vegan mascara.
dit borsteltje. Dus dat zijn alle producten die ik van de Balm Cosmetics heb gekregen. Echt super blij mee. Het is nu eind van de dag. Ik ga me klaarmaken. Want ik ga zo meteen uit eten lekker. Bij Fico. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Ik ga even mijn make-up doen. En even aankleden. Ik ga om 6 uur ga ik eten. Het is nu 4 uur volgens mij. 4:15. Dus ik kan nog even lekker rustig aandoen. En morgen ben ik jarig. Echt super veel zin in. Dag maar. En ik ga morgen als het goed een tatoeage zetten. Of nou, we hebben die afspraak gemaakt. Alleen ik heb niks meer gehoord. Dus ik heb gebeld vandaag. Maar ik kreeg niks te horen. En ik ga morgen even langs de winkel. Want Chevel zei dat er een cadeautje voor me lag. Dus daar ga ik ook even langs gezellig. Ik krijg de laatste tijd echt super vaak weer de DM's. Waar ik ook weer mijn kussensloop vandaan haal. Echt vorig jaar, 2 jaar geleden ongeveer. Die ik ook best wel vaak zien. Omdat ik natuurlijk echt heel erg met mijn haar bezig ben. En satijnen kussenslopen zijn gewoon heel erg goed ervoor. Ik heb net weer eventjes een nieuwe eromheen gedaan. Een witte. Het is dus heel erg goed voor je haar, voor je huid. Allemaal verschillende dingen. Maar soms kunnen ze gewoon best wel duur zijn. Maar ik haal ze dus bij bol.com. Ik zal eventjes een linkje in de beschrijving zetten. Daar zijn ze gewoon veel goedkoper. En ik vind ze echt heel erg fijn. Ik doe er echt wel best wel lang mee. Ik heb nu weer eventjes een paar nieuwe besteld. Witte en grijze. Het zijn dus satijnen kussenslopen die ik dus altijd gebruik. Dus voor alle mensen die DM's sturen of onder mijn video reageerden waar ik ook weer mijn kussensloop vandaan haal. Bij Bol. Maar ik zal eventjes een linkje in de beschrijving zetten. Want je hebt heel veel verschillende soorten. Nou, het catfishen is gelukt. Lekker lage make-upje erop gedaan. Ik wist niet echt goed wat ik aan moest trekken. Dus ik heb gewoon... Wacht, eerst even mijn ring doen. Dus ik heb gewoon een zwarte body aan. Deze van de Zara. Met een lichtgrijze broek van Alex. En dan doe ik er gewoon een blazertje overheen. Dat is altijd goed, denk ik. Ik ga het trouwens bij Fico eten. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Kijk. Deze broek van Alex heb ik eronder. En dan doe ik denk ik... Waar zijn die? Een zwarte laarsje hier. Dan doe ik denk ik mijn zwarte... Oh, deze moet ik wel even schoonmaken. Mijn zwarte laarsjes eronder dan een blazertje. Dus alleen even kijken welk blazer. Ik denk... Deze donkergrijze van Alex. Of gewoon een zwarte. Misschien is dit wel heel veel verschillende kleuren in elkaar. Is het niet leuk omdat die broek zo hoog zit? Ik weet het niet. Nou, ik vind dit één leuker. En dan doe ik er die laarsjes onder. Kijk. Zo. Niet heel boeiend, maar prima voor de zondag. En dan doe ik denk ik, is het hierin, ja, deze tas meenemen. Of mijn groene tas, dan heb ik een beetje kleur. Ja, dat ga ik doen. Ik ga nog even lekker filmpje kijken met mijn dag op de bank. En dan zo meteen lekker uit eten. Ik weet niet of ik mijn camera mee ga nemen. Omdat ik niet weet of alles en iedereen op beeld. Het is vandaag maandag, 13 februari. Dat betekent dat ik jarig ben. En vanmorgen kom ik in de woonkamer. Het was de dag waar dus gisteren naar de werk. Dat ze dus de woonkamer versiert. Allemaal ballonnen en dit. Dit is dus een extension die uit mijn haar is gevallen. Heeft ze smiley meegemaakt. Wij zouden dus eigenlijk vandaag een tatoeage gaan zetten samen. Er was iets misgegaan met die aanbetaling. Waardoor ze nu dus ons plekje hebben weggegeven. Maar die aanbetaling is wel gewoon gedaan. Dus we gaan zo meteen gewoon langslopen om te kijken of ze misschien toch alsnog plek hebben. Dus we gaan zo eventjes de stad in. En vanmiddag komen opa en oma eventjes. En komt Rowan ook gezellig even langs. Dus dat is leuk. Verder eigenlijk niet heel veel. Ik heb wel nog straks een pakketje van Look Fantastic die ik aan jullie wil laten zien. Zal ik dat? Nou, ik doe dat nu wel even snel. Want ik heb namelijk ook voor jullie voor morgen een kortingscode voor Valentine's Day. Ik heb hier allemaal dingen bij Look Fantastic uitgekozen. Net als elke baan, waar ik heel blij mee ben. Weer zitten er best wel veel dingen voor mijn haar bij. Ook een paar andere dingetjes. Ik ga wel even beginnen met dit. Want dit heb ik dus al vorige keer besteld en aan jullie laten zien. Maar ik heb het dus opnieuw besteld. Ik weet niet hoe je dit merk uitspreekt. Maar het zijn dus haarsupplementen, die pilletjes. Ik heb toevallig net één potje bijna opgemaakt. Zit er nog eentje in. Dus ik heb er eventjes een nieuwe. En Sculpt Serum. Voor op je hoofdhuid. Die heb ik hier ook.
Die was ook al op de helft. Dus ik dacht, ik bestel hem weer opnieuw als voorraadje voor als die op is. En die vind ik echt heel erg fijn werken. En dit ruikt ook echt super lekker. Dan heb ik een setting spray besteld. Want ik had dus laatst, ging ik mijn make-up doen samen met Biebe. En ik had dus een primer en toen geen setting spray meer. Toen had ik eventjes die van haar gebruikt, zelfs deze. Toen bleef echt heel de avond gewoon make-up erop zitten. Echt normaal, het was na een festival, normaal is het er dan echt helemaal af. Maar toen zat het echt nog helemaal goed erop. Dus die heb ik ook zelf besteld. Dan van die soort scheermesjes voor je gezicht. Keer gebruikte het dus voor van die witte haartjes hier. Eigenlijk vind ik het heel erg eng omdat ik bang ben dat het dan donker terugkomt. Maar Keer die gebruikt nu al een paar maanden. En bij haar komt het ook niet donker terug. Terwijl ze heeft echt heel donker haar van zichzelf. Dus ik denk dat het wel moet goed komen. Dus die heb ik ook besteld. Dan even een nieuw haarborstel. Dat was nodig. En dit is zo'n speciale voor als je haar nat is. Van Tangle Teaser. Ik vond het ook wel een leuk kleurtje. Dus speciaal zo'n detangler of zo. Ik heb geen idee. Ik zag het overal op TikTok voorbij komen. En alles wat mijn haar beter laat worden, dat bestel ik. Dus vandaar die. Dan even een nieuwe haarolie. Want die was ook op de helft. Van Kerastase. Deze vind ik heel fijn. Dus je haar wordt hier gewoon niet, het gaat er niet vet van uitzien. Maar het verzorgt wel. Dus die heb ik weer even een voorraadje van. Dan heb ik een nieuw lippotlood van MAC. In de kleur Dervish. Deze had ik al, maar ik kan hem echt al een half jaar nergens vinden. Dus ik dacht, ik bestel hem opnieuw. Want ik vind het wel echt een hele mooie kleur. Niet te roze, niet te bruin. Beetje gewoon een soort kleur die mijn lippen zelf zijn. Dus dat vind ik wel mooi. En dan als laatste heb ik, en dit heb ik eigenlijk meer een beetje alvast gekocht voor als ik mijn haar weer ga verven. Want ik ga het nu nog niet doen. Maar straks aan de zomer wil ik mijn haar weer wat blonder, denk ik. En dit is een Extreme Bleach Recovery Set van Redken. En ik heb nu ook al een shampoo van dit merk, de Extreme Length. Die vind ik echt heel erg fijn. Dat zag ik dus ook deze. Dit is een shampoo, een conditioner in een soort watervorm. En dan nog een crème voor na het douchen die je dan in kan doen. En dat zou dus je haar moeten helpen als je dus geblondeerd hebt. Dus ook heel erg benieuwd naar mijn haar. Maar die ga ik dus nog eventjes bewaren voor straks als ik mijn haar weer geverfd heb. En ik heb voor jullie ook een kortingscode. Want omdat het dus Valentijnsdag is, als jullie deze video zien, krijgen jullie 14% korting met de code FLEURLF. Ik zal eventjes linkjes in de beschrijving zetten en de kortingscode ook nog eventjes. Dus ik heb me nu omgekleed en wij gaan naar de stad en hopen dat we ons status kunnen zetten. Ik ga nog niet zeggen wat we gaan zetten. Wij zijn weer terug van de stad. We hebben even wat winkeltjes gekeken en gezellig geluncht bij Jamie Bennett. Het was heel lekker en gezellig. En ik heb ook voor mezelf even een cadeautje gekocht. Ik had deze al even gezien. Oh, dit niet. En ik heb ze ook al in twee andere kleuren. En ik twijfel heel erg tussen zwart of deze. Maar ik ben toch voor deze gegaan. Het zijn slippers van Chloe voor de zomer straks weer. Ik vind deze gewoon echt heel erg leuk staan. Dus een beetje erbij. En dat zijn deze slippers. In een beetje een groen kleurtje. Op camera zie je het niet heel goed. Maar ze zijn echt groen. En ik had dus dit tasje om. En ze zijn dus echt dezelfde kleur. Dat is toch leuk. Met een witte jurk van de zomer straks. Ik heb ze in maat 37, want ze vallen dus best wel klein. Ik heb van mijn andere ook een 37. Deze blauwe die had ik al. En ik had ook nog zwart aan, maar ik vond dat best wel een beetje hard staan ofzo. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker voor die windkleur. Pas ook leuk bij dat tasje. Deze heb ik toen in de sale gekocht vorig jaar. Deze vind ik ook echt heel leuk. Maar goed. En ik was eventjes langs de winkel geweest. En toen had ik van mijn werk ook nog wat gekregen. En dat is een cadeaubon die ik in de winkel kan uitgeven. Ook heel blij mee. Mijn opa en oma die komen zo meteen eventjes gezellig langs. Ik heb even een appeltaartje gehaald met slagroom. Ik wil dat even lekker eten, want dat vinden ze altijd lekker, dat weet ik. Gezellig. Het is ondertussen alweer avond, einde van mijn verjaardag. Mijn opa en oma zijn nog eventjes langs geweest. Roan is langs geweest, moeder is nog eventjes langs geweest. Dus het was gezellig. En ik heb van Ro echt veel te gek, maar zo lief. Dit zadig en Volterpe parfum gekregen. Ik heb dus al deze. De kleine witte. En Roan die had dus deze. En ik vond die toen een keer zo lekker ruiken. Elke keer als ik deze op heb, dan zeg ik ook tegen haar. Maar hij is zo lekker, jongens. Echt zo lief van haar.
Het is een beetje het, ja, het is een beetje een combinatie van deze. Deze is wel iets zwaarder. Maar het is een beetje een combinatie van deze met Switzel. Daar doet het mij heel erg aan denken. Ik vind het echt heel erg lekker. Dus hier ben ik echt super blij mee. En dan heb ik nog een cadeautje van mijn opa en oma en mijn moeder gekregen. En dat zijn namelijk nieuwe laars van Toral. Ik heb al, even kijken. Ik heb van Toral al deze twee, paarse en de blauwe. En ik heb ook zwart met witte laars van de Zara. En ik heb witte laars van Bronx. Maar ik had dus helemaal nog niet hele zwarte cowboy laarsen. En dat past natuurlijk overal bij. Dus die heb ik van hun voor mijn verjaardag gekregen. Het is alleen wel maat 37 en normaal heb ik 36, dus ze zijn wel te groot. Dus ik moet er wel een zoltje in doen als ik ze wil dragen, omdat anders mijn hiel er een beetje uitglipt. Maar ze hadden geen 36 meer. En ik wil dat echt heel graag. Dus vandaar dat het een 37 is geworden. Kijk. Het zijn deze laars gewoon eigenlijk precies hetzelfde, alleen al gewoon helemaal in het zwart. En dan is dit suède en de rest is leer en een beetje lak. Dat is echt heel erg gaaf. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Dus die kunnen aan mijn collectie toegevoegd worden. Ik ga ze er straks ook gelijk eventjes bij zetten. En deze heb ik dus in een 37. Normaal heb ik gewoon 36. Maar ik zat ook te denken, in de zomer krijg ik die 36 best wel lastig uit. Omdat je voeten dan natuurlijk ook gewoon warm en opgezwollen zijn. Misschien is dit juist wel heel erg chill dat ik nu een maatje groter heb voor de zomer. Dus dat zijn alle cadeautjes die ik heb gekregen. Van de week ook natuurlijk al die cadeautjes van die meiden gekregen. Vrijdagavond was mijn broertje hier komen eten. Had hij eten voor ons gehaald. Ging we lekker een filmpje kijken. Dus dat was ook voor mijn verjaardag. Dus ja, ik word gefacetimed. Werd even onderbroken, maar ik heb mijn schoentjes er mooi tussen gezet. Echt heel erg blij ben ik ermee. En ik ga bij deze gelijk de weekvlog afsluiten. Want het is het einde van de week. Morgen ga ik weer nieuw beginnen. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Volgende week wordt echt leuk. Leuk weekend ook. Zaterdag heb ik de verjaardag van Nens, dat is de moeder van Zoe. En zondag hebben we ook wat leuks staan. Dus heel erg veel zin in. Ik ga nu lekker deze vlog bewerken, zodat hij morgen online kan. Vergeet niet de kortingscode van Luc Fantastic te gebruiken. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog.